Welkom allemaal. We zijn blij dat u weer kijkt naar Omroep Krijtland. En we hebben voor u de volgende reportages. Harmonie veilen, Truc in der Tiet en De Tovertuin. We starten in Veilen. Het steuncomité van de Koninklijke Harmonie Sint-Martinus schonk onlangs een nieuw vaandel aan de Veilense Harmonie. Omroep Krijtland maakte voor u de volgende reportage. Het vaandel van de koninklijk erkende harmonie Sint-Martinus uit Veilen dateert uit 1937. Dat is een ganse tijd geleden en dat is ook te zien aan dat oude exemplaar, want het is sleets en het vertoont gaten. En dat wordt alle aanleiding voor het steuncomité van de harmonie Sint-Martinus om aan de slag te gaan. Ze hadden een actie ontketend en die had succes gehad. Een nieuw vaandel is klaar. De firma Die Unicate van de Rijksweg Lemiers had voor dat perfecte vakmanschap gezorgd. En in de pauze van het vuurjaarsconcert werd dit vaandel aangeboden. Vier woorden erbij. Dat zijn de heer en mevrouw Kollerics van Unicate in Lemiers. Misschien dat ze even naar voren komen. Een goede aanbieding voor het fijn maken. Alsjeblieft. En een flesje wijn voor de heer. Alsjeblieft. En we hadden heel lang gezocht en heel ver gezocht voor een nieuwe vaandel. En in Lemiers was het zo. Zo kort bij, ja. Dus applausje daarvoor. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Heer God, wij vragen u, zegen deze nieuwe vlag van de Heilige Martinus. Zegen vooral degene die ze dragen en voor wie ze gedragen wordt. De harmonie Sint-Martinus. Geef vreugde aan deze mensen. Behoed ze in goede harmonie. Zegen deze vlag op voorspraak van de heilige Martinus. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Ik denk dat ze me op me zetten, joh. Een vaan van 74 jaar, sleets, ze vertoonde het open plekken. Wie had er het aangepakt? Welke acties hadden moeten vuren om dat te kunnen bekostigen? Och ja, dat is een jaar vergeten gespaard en dat is een verjaardagsactie. Het koelmerk gestangen met oude prul. We hebben eens het feestjes gehad, links en rechts. En dan wordt dat gespaard met dubbeltjes en kwartjes en nu met eurocenten en met eurodubbeltjes. En dan kunnen we binnen- en buitenland zoeken. En dat eindigt toch kot bij hoes? In Lemiers bij de Unicate, ja. Dus die dachten, die wilden het wel aan. Toch is er enig verschil met het oorspronkelijke vaandel, daterend van 1937. Dat wordt in een ander kleur gevat als wat er nu wordt aangeboden. Ja, dus nu, vroeger wordt het goudkleurig en nu is het zilverkleurig. Want ze hebben nu kostuums en dat goud dat stookt toch wel af. Want ze houden nu zilverkleurig. Ja, alles wordt zilverkleurig en zwart en groen. En vroeger wordt het blauw en zwart en wordt van de blauw. En nu hebben we gekozen voor een zwarte ondergrond met zilver afgemaakt. En met een zwarte ondergrond kent er wat betreft de uniformering van het korps alle kanten uit. Zelfs we wel een zilver blijven, hè? Want anders dat klopt dat ervan niet. Maar ja, dan... Daar had het wel stilgehouden, want de voorzitter bleek volkomen verrast te zijn. Ja, ik denk het. Ik hoop het de mensen dat er verrast is geweest. Want, Nu weten in Veilen te zwegen. Ja, de mensen bepaalden nu wel. Je bent voorzitter van de Koninklijke Erkende Harmonie Sint-Martinus Veilen. Daar hadden we een vuurjaarsconcert, daar kunt u pauzen en dan wil je gerusten.
En dan werd er volkomen verrast. Ja, volkomen verrast, want dit hoeft er echt niet voor water. Er hoeft er ook niks vanaf. En dat is echt een hele leuke verrassing wat de steuncomité Oost heeft verzorgd had. Dit hoeft er dus echt voor mij gewoon een hele overdondering. Dat had ik misschien nog wel gemerkt. Wie ik de steuncomité bedankt had, dat hoort, ik hou eigenlijk geen woord om dit te zeggen. Dus had in de verste verte dan niet dat kunnen denken? Enkele, is het niet over gerept? Nee, is helemaal niet over gerept. Er is ook niet voor gevraagd. Het is echt een initiatief van de steuncomité zelf geweest. En ik vind het een heel mooi initiatief, moet ik wel zeggen. Dankjewel. Een nieuw vaandel, wat vind je ervan? Ik vind het heel mooi, ik straal van oer tot oer. En ik vind het zo ziek, zo schön dat ik toch met mocht lopen als lid van de Harmonie St. Martinus, koninklijke erkende Harmonie St. Martinus, goed vielen. 15 jaar had ze de oude vaan gedragen. Ja. Had ze nooit gedacht van, heeg maar nu? Ach ja, ik ben niet zo kritisch. Het is me ganz legaal, het boeit me ook niet, maar het is gewoon schön dat ik die nu al krijg. En die oude vaan, die doen we toch. Maar ik denk dat ze de rug gaat meer zoals rechten en dat ze gaat meer vier met de borst omhoog zoals dit vaandel gaat dragen, want het is een beauty, hè? Ja, het is een beauty, dus ik ben er echt trots op en ik ben er blij mee dat ik die mag dragen. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft. Graag gedaan. We vervolgen met alweer de vijfde aflevering van onze serie Terug in der Tijd. En hierin zoeken we het onder andere hogerop, namelijk op de Keutenberg. Hier lijkt de tijd stil te staan. En om dat te bevestigen vergelijken we oude filmbeelden van Huub Leufgens met opnames van anno nu. Gaat u weer mee, Terug in der Tijd? Ja, dag dames en heren, welkom bij Truc in der Tijd. In deze aflevering zoek ik voor het hoger op, naar de Keutenberg, hoe der Tijd ook nu nog liek stil te staan. Huub Leufgens heeft gelukkig niet alleen maar landschap en hoezer en boerderijen gefilmd, maar ook lui. En een van die lui die in de film voorkomen, die heb ik gevonden. En zie het de film zelf nog nooit gezien, die laat ik haar zien en verwachten de reactie af. Wier heb ik op de Keutenberg in gesprek met een mestij door Albino Zigans blijven woont en die de vroeger boer is geweest. Langs de dorpswegen, in de weilanden en de velden vindt men dan hun woningen liggen als stijlvolle bouwwerkjes, dikwijls van zeer eenvoudige structuur. En de bewoners doen door hun fleurigheid denken aan bloemen die de woningen stofferen. En dat klein meidje op de Keutenberg met die strik in het hoor, we zouden dat zien en zou ze nog leven? Ik heb haar gevonden. Ze woont in Wilder en is daar bekend geworden als de vrouw van der Bekker. Iet en Rotte. Ja, dat ben ik, joh. Ja, dat ben ik, dat zie ik, joh. Alweer. Maar dan komt de emotie. De herinnering aan haar tijd op de Keutenberg roept ook de herinneringen op van de heftige brand van hun boerderie, hoe bij haar pap om het leven kwam. Ja,
Heb ik nooit gezien, die foto, hè? Nooit. Er zijn ze heel lek gefotografeerd vroeger. Van emmertjes water, zeg maar, gaat. Wat over nog? Vrouwen niks, vrouwen geen stroom, vrouwen geen water. Dus we moesten alles halen en geen wasmachine, geen... Ja, wat hebben ze allemaal? Kranen. Dat over allemaal niet, hè. De Ludides die op de Kuitenberg woonden, waren voor hun watervoorziening aangewezen op de bron onder aan de berg. De zogenaamde grondslepput. Iedereen nam zijn emmertjes, morgens met ieder kind houdt twee emmertjes water. Hè. Ongeveer dan, en in al een sneed en dat loog eraan. En als voor het service opgingen, dan zat voor die mevrouw Busje en dan vulde voor die en dan nam voor die met op. En dan gingen voor die doorholen. Het liep voor mij, want voor Bino boven waren over zo vlak gedeeld. Die zaten voor dat neer en dan voelde het er wel eens dik om. Dat was alleen voor te koken en te drinken. Hè. Want als een Hollander kwam en vroeg zich een glas water met de berg op voor geschraven, zag de mama maar, geef ze een glas limonade. Is niet zo erg als een tas water voor ons dan. Omdat voor het zorgen moesten naar boven, de limonade het goedste dan. Dan ging ze nooit alleen naar de put, zal ik maar zeggen. Immer met een paar man. En dat ging dus voor dat ook bijna niet. Daar hoefde ik me angst voor. Dacht dat achter iedere pool gaat zoden, gaat komen, gaat verzad ging of te gaan. En soms doe je zo wisselen. Onderweg, die doe eens dragen en die doe eens dragen. Ja, dat was ook. En de kroeg ze maar gaat lekker smeet naar onder. Zo, met zal hè, van de man. Maar er gaat voor honger weg. Maar de worst toch wel een half voer binnen een uur weg, want ze gong ze. Daar loog ze een blauwe steen in de grondslepput, dat ligt trouwens nog. En dat moest heel goed zuiver gemaakt worden om de zoveel tijd. Hè. En met de poosje, dan nam ze poosje eier met voor de ganse stroot, voor maar poosje eier van boven te doen. Schalen dan, hè. Dat woord vooral, het liet ze gewoon vallen en dan... Verzeten het klein ietje, dat later gans het broeden zou gaan verkopen, met een snee brood in de hand. Worden die soms al van bakkerij Henrotte? Nee, het was van haar kruis toen. Die kwam met de hondskar. Peetje. Ik kan een klein peetje en een pony houden. En, maar, en dat moet voor ook zeggen, zwinters, ze komen niet op met dat peetje. Ze gingen naar de grondselen put. En dan droeg je dat brood met mangelen omhoog. Voor de ganse Kuitenberg. Ja. Kuitenberg is zo ongeveer wereldberoemd geworden door S. Scherprechter te denen tijdens de Amstel Gold Race. Alle grote kampioenen hebben deze berg van de Nederlandse boetecategorie bedwongen. Met als gevolg dat alle fietstoeristen de Kuitenberg ook op hun palmares willen schrijven. Dat is klasse. Kijk eens even. Kijk eens even. Op een lichte versnelling. Sergej Ivanov. Katusha, rug nummer 1. Del Evans gaat er overheen. Hoe kan dit je? Hij rijdt ze eraf. Ja, dat is als je goed bent. Ho, ho. De bewoners van de Kuitenberg die vingen het allemaal goed. De meeste tijd van het jaar is het hier op 167 meter boven NAP erg rustig. Truc naar de rust van de berg. Ik sprak met Jeu Keulers, die Albine zijn gans leven hier woont en hier boerenbedrijf heeft gerund. Judith, ben je op de Kuitenberg geboren? Nee. Ik ben in Inkbrug geboren. Daar heb ik een jaar gewoond. En toen zijn we van de Kuitenberg teruggekomen. Want de broer van haar pap, daar had hij geboren. En de ouder gingen zinnen. En haar papa, dan is hij weer gegaan met de boerderij. Vervongen het water op van de daken om het te wassen.
En voor te drinken hebben we andere gronzele put geholpen met emmer en jukken. En merendeels dan om vooral water met even uit de school komen. Dat zat voor bij de vrouw Bishop, voor dat de tobbe. En dan noem ze dan alle twee tobbe water met op. Hè. Maar in 50 had het hier gebrand. Hè. Ja. En kort daarna hebben we stroom gekregen. Dat wel. Dat zal twee jaar daarna zijn geweest. Zeg. Maar in kort daarna hebben we stroom gekregen. Ja, je weet eigenlijk niet wat je over kunt. Als, ja, voorheen met de kids en de lucht en de stal. Ja, en de binnen is dan. Zijn drie huizen weggegaan. En is maar één nieuw huis bijgekomen. En dat huis wat ik heb kunnen bouwen als bedrijfswoning. Want die mocht niet geboet worden op Kuitenberg. Wie is dat als het winter is, als er sneeuw ligt of van het glad is op de weg? Wie keurt me hier überhaupt? Als ik eerlijk moet zeggen, hier beden is het goed. Want het is wie afgelopen winter zijn dag geweest dat ze hier drie maanden met zout zijn geweest. Dus daar mogen we toch niet meer op praten. Jaren geleden, wat zal ik zeggen, 40 jaar geleden. De oude gemengde wagen in Schub op, hè, voor een schuif. Maar wanneer het dan echt gesneeuwd had, dan loog er weg te dik en dan met sneeuw. En dan kwam de vrachtwagen er niet terug. En dan hebben we toch dik met de Schub moeten de weg opmaken. En dan doen ze smorgens het vier verzorgen. En dan mijn hoofd die een tot 4 uur. Ik ging voor dat Schub. En dan kregen we dat betaald van de gemeente. Maar na de hand heb ik eigenlijk uitgebreid met de melkkoe en toen hebben we ook geboet. En toen zijn familiedieren gehouden. Hè. Maar voorheen waren, ja, overal hier waren drie boerderijen. Die hadden alle drie gemengd bedrijven. Dat was ook. Dat ging vroeger met drank langs de. Ja. En dan hadden de zo'n zure wagen. En dan waren we geïsoleerd hè, vanwege de hets. En daar had er lochtige broek en dan zijn die uitgescheid met melk. Mm-hmm. En dan hebben we die melkinstallatie van de lochtige overgenomen en dan wordt die kar ook bij. En dan moesten ze de kui vastleggen aan die kar, omdat die zo zuur wordt, trokken ze die niet van de vlek. Hè. En dan lag die kui eromheen vast, dan kregen die keukske. Ja. En dan zodoende kregen ze ze goed vastgelegd. En een benzinemotor loog in die kar. En dan leed ze ook het melkerij in de kar. Dat wordt dan gespeuld. Maar de emmers en de zieg, ja. Die wordt met naar huis genomen. Want die moesten met warm water en zo, dat moet die gespeuld worden. Anders kreeg ze dat bacteriën gebeuren. Hè. En het was een walhuis. En zwieg in de zomerdagen dat het echt warm wordt. En dan houden ze mijn oren 5, 6, zie je, we houden ze onweer. En dan stonk ze. Dat doet ze niet goed te melken. Pas op, dat wordt toch tegen een probleem. En Eet Wiet van der Kuitenberg vingen voor de watermule van Wilder. In de film van Huub Leufkes zijn voor deze unieke tweeraderige graanmule in vol bedrijf. En als onder invloed van de warme voorjaarszon en de zoele lentewind de knoppen ontspruiten en de bloemen ontluiken, zingt de nachtegaal bijna onzichtbaar verborgen tussen de bladeren van de esdoorn, bij de wentelende raderen van de oude molen zijn lied. En vertolkt in zijn ontroerend gezang, beter dan wij beseffen, de romantiek en de poëzie van dit goede, mooie land. Van Limburg. Thank you.
En toen dacht ze, een tractor van 42 pk, dat wordt al gehad, wat moest ze daarmee? Maar ja, tegenwoordig deed ze niks meer met zo'n gehad. Voor onze kleinste kijkertjes schakelen we nu over naar de Tovertuin, waar Mario Busse hun dit keer een verhaaltje vertelt over het plascircus. Ik wil jullie iets vragen. Wie van jullie is er al eens in een circus geweest? Allemaal, hè? Vertel eens, wat zie je allemaal in een circus? Optreders. Ja, en wie zijn dan die optreders? Mensen en kinderen. Mensen en kinderen. Wat heb je gezien? Ik heb een clown gezien die jongeren met kippenboten. Oh, leuk. Leuk. En jij? Ja. Ik moet eens goed nadenken. En jij? Ik heb mensen die hangen aan het plafond aan zo'n stang. Ach zo. Leuk. Maar ik ga vandaag iets vertellen over een circus. En dat hebben jullie vast nog nooit gezien. Dat is een plascircus. Gek, hè? Een plascircus. Nou, ik ga het vertellen. Kleine aaps grote plascircus. Kleine aap had een piemeltje. Hij liet het zien aan een ander aapje, een vrouwtje. En die heette Appelien. Hier zie je ze, aap en Appelien. Ik kan heel goed plassen, zei hij. Weet je wat ik doe? Ik denk dat ik begin met een circus. Kleine aap zet een circustent op. Ik kan ook plassen, zei Appelien. Mag ik met jou meedoen? Dan plassen we samen. Nee, zei kleine aap. Ik kan het beste plassen van iedereen. Maar als ik optreed, mag jij er wel een klein beetje bij staan. Zie je? Zij staat er maar bij. Vanaf die dag trad kleine aap op in kleine aaps groot plascircus. Appelientje stond er altijd een klein beetje bij. Kijk, zij staat ernaast. Mm-hmm. En zie je hier hoeveel dieren er komen kijken? Ja. Wat voor dieren zijn dat? Vertel eens. Weet ik niet. Ik weet het. Wat zijn er voor dieren? Een varken, twee pinguïns, een zwaan, een muisje. Zo, die is allemaal te kijken. Varken en twee slakken. Ja. Toekom. En toen plaste hij. Bravo, riepen de dieren. Knap geplast, kleine aap. Elke voorstelling deed kleine aap een nieuw kunstje. Hij plaste heel ver. Hij plaste heel hoog. Knap, hè? Ja. Hij plaste op één been en hij plaste met losse handen vanaf een stoel. Toen had het vrouwtje Appelientje er genoeg van. Ze wilde er niet lang zomaar dom bij staan. Ze wilde meedoen. Kleine aap zette de stoel op een tafel. Als hij daarop klom, kon hij heel ver beneden plassen. Zeg kleine aap, zei Appelien, heb je mijn piemeltje al gezien? Gek, hè? Ja. Kleine aap keek Appelien eens goed. Hé, jouw piemeltje is weg, zei hij. Wil je hem zoeken? Vroeg Appelien. Kleine aap begon meteen te zoeken. Hij zoekt hier in de bek van een ander dier en onder de olifant en daar in de buidel van de buideldier en hier. Hij zocht het hele circus af. Maar Appelientje's piemeltje was niet meer te vinden. Het publiek lachte. Eerst zachtjes. Maar toen steeds harder. Waarom lachen jullie nou? Zei kleine aap. Het is niet leuk hoor. Appelientje's piemeltje is weg. Je fopt, riep Appelien. Ik heb helemaal geen piemeltje. Maar dan kun je toch niet plassen? Zei kleine aap. Oh nee.
zei Appeline. Ze klom op de stoel die bovenop tafel stond en zei, hooggeëerd publiek, 1, 2, 3. En ze plaste. Zonder piemeltje, riep kleine aap. Dat is heel erg knap. Zonder piemeltje, riep alle dieren. Dat is knap. Vanaf die dag traden Appeline en kleine aap samen op. En ze konden allebei het beste plassen van iedereen. En kijk eens, die dieren. Die hebben een pret, hè? Ja, kijk, er staat de koe. Kijk, die aap die plast zo in een boog in een putje. En die plast zo in de wc. Knap, hè, om dat zo te krijgen. Als ze nou allemaal verschillende kleuren plassen, dan konden ze dat van een regenboog maken. Ja, dan hebben we een regenboog van plas. Vind ik goed, dat. Nou, dat was het boekje met de circus. Leuk. Kort. Het was een kort verhaal. Nou, maar wel een grappig verhaal. Ja. Het zit er alweer op, beste kijkers. We hopen dat u met plezier gekeken heeft en ik zeg graag tot de volgende keer. Dag.